blijkt een voertuig wat lekt. Ja, zit er goed in. Ja, en meteen door Prio 1 voertuig brand. Prio 1 gebouw brand met mogelijke slachtoffers. Ja, oké. Vicky zit erin. Prio 1 brandgebouw appartementencomplex. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en Moor. En vandaag ga ik op pad met de brandweer. En jij moet echt je smoel houden. Jij, ik liep ongeveer tegen hem aan ofzo, dus hij wil steeds met me vechten. Maar ja, hij doet het uiteindelijk niet. Ja, voor de mensen die zich meteen afvragen wat zijn met die helm aan de hand. Ja, weet ik het. Zo ziet het er wel nog redelijk realistisch. Of ja, realistisch. Beetje logisch uit, maar zo klopt het echt niet. En ik heb het ook gemeld, maar er is eigenlijk niks echt aan gedaan. Of vergeten kan natuurlijk ook. In ieder geval, nou laten we erop houden. Die ene helft is verbrand en de andere helft niet. Ik ga nu neerslaan, vriend. Nu ren je weg. Oké. Ja, de Nederlandse brandweer pakken in een Los Santos Rescue Division gemaakt door Wandertje. Shout out naar hem. En natuurlijk de nieuwe TS die jullie al in de titel en in de beschrijving of in de thumbnail hebben kunnen zien. Dus laten we er vooral naar gaan kijken. Dit is namelijk de MAN man, weet ik het wat, TS van brandweer Drenthe, de 03-8231, gemaakt door Topmods. Ja, je kunt hem krijgen. Nee, hij is niet gratis. Je moet namelijk... dat is wel heel ziek. Dat is super ziek. Als je hier dus je spullen wilt pakken, dan gaan de dingen open. Holy shit, dat wist ik niet eens. Dat is super ziek. Je moet ervoor betalen 4 euro, 3,99 euro. Ja, dan heb je wel dit ding erbij. Ah ja, toen ik vroeg van ja, kan ik dat ding niet eraf krijgen, toen was er een beetje oplichterij. Toen wouden we er vet veel voor vragen. En iemand anders had hem voor 3 euro of zo extra eraf. Dus ja, dus maar wat hem uitkomt qua geld. Laten wij in ieder geval de meldingen aanzetten. TS-controle doen wij. Nou, zo ziet het er dus uit. Luiken kunnen open en dicht. We hebben natuurlijk allemaal materiaal. Onder andere dit. Water, oké, staat lekker hoog. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Want aan de ene kant, als ik niks zeg, dan horen jullie soms nauwelijks de game. En dan horen jullie in dit geval de airco die op de achtergrond draait. En nu... heb ik hem hard staan, kom ik soms niet boven de sirenes en zo uit. Dus het is echt even gokken hoe het gaat klinken. In ieder geval, we zetten het eerst zo terug in de kazerne en dan zijn we klaar voor meldingen. Zo, hij moest even schoongemaakt worden. Ik dacht al, iets klopt niet aan die sirene. Of aan die skin. Nu is hij mooi schoon. Motor staat uit, wij zijn inzetbaar voor meldingen. Gaat dat ding nou aan? Nou, oké, het zal allemaal wel. Daar gaat allemaal kazernalarm. Een olielek. Ja. Oké, dan is het prio 1 olielek. Normaal is het priootje 2, denk ik zo. Oh, we moeten hem aannemen. Oh, nee. Sorry. Hey, dat had de sirene al een beetje gehoord. Aan de ene kant een oudere sirene. Aan de andere kant wel een gave sirene. Ik weet niet precies wat daar speelt, want de ambulance is ook onderweg. We rijden weer met stuur. Jullie kunnen eens meekijken. En ook met knipperlichten. Dit soort TS'en. Denk aan Mercedes en man. De opbouw in ieder geval AT3 is dat geloof ik. Of is AT4, weet ik het wat het is. Oh ja. Dat is allemaal met een hele kleine pauze.
tijdens de, weet het, in de sirene. Dus je hoort hem. Je hoort heel kleine pauze. Maar goed, ik vind dat wel vet. En ik vind deze sirene ook wel vet. En goed gelukt. Ambulance ter plaatse lijkt op een voertuig. Oh, daar ging mijn gas. Lijkt op een voertuig wat lekt. Oh, ik ben niet aan het opletten. Al het verkeer wat hier rijdt, we zetten hem trouwens in een vrij, mag niet meer verder rijden. We moeten even hier stoppen. We hebben oranje aanstaan, wij gaan ons wat zullen we pakken. Gereedschapskist maar eens pakken. Ja, we gaan eens kijken wat er los is. Lijkt erop dat hij net uit de sneeuw komt, dus hij zal wel naar Oostenrijk zijn gekomen ofzo. Want hier ligt er geen sneeuw. Goedendag. Hallo. Even kijken hoor. Oké, meneer, mijn collega's gaan even de een en ander nakijken bij de auto. Ja, ik dit weer terugzetten. Ja, we kunnen er niks mee. Dus we gaan retour kazerne. Dit is echt zo'n melding waar je gewoon niks kunt doen. Je kunt niks, nergens gebruik van maken. Dus we kunnen niks anders dan gewoon weer verder gaan. Wagentje om mij tegen mijn TS aan te rijden. Rechts. En dan alsmaar ik door, geloof ik. Attention all units. Citizens report a possible fire on Roy Lowenstein Boulevard. Brandgerucht. Copy dispatch. Roger that. We hebben een prio 1 melding. Brandgerucht. A possible fire. We hebben toestemming van de meldkamer om daar dus met spoed naartoe te gaan. Ja, rechts. Waarschijnlijk bevestigd brand, jongens. Meteen omhangen allemaal. Ja, bevestigd brand. Van afstand te zien. Ja, zit er goed in. Nee, we gaan. Oké, te plaatsen. Iedereen omhangen. Oké, omhangen. Pomp aanzetten, masker op. Oké. Eerste aanval. AC, wat zijn we, 8231, bevestigd brand. Waarschijnlijk buiten brand. Uitbreidingsgevaar naar woning. Wij schalen op middelbrand. Graag nog het eerste plaatsen. 10-4, copy that. All units, fire truck. En route, responding code 3. 2, a fire. On Roy Lowenstein Boulevard. Oké, dit is uit. Ja, bevestigd buiten brand. We koelen de woning en we zijn al snel brandmeester. TS kan worden afgezegd, meldkamer. Het lijkt erop dat een barbecue in brand heeft gestaan. Over is geslagen naar verschillende dingen, planten, stoelen. Ik ben in ieder geval brandmeester. En uit voorzorg is er middelbrand gemaakt. Die stoel die is kapot. Warmtebeeldcamera laat ook niks meer zien qua warmte hier. Dus wij gaan
maskertje afdoen. En retourkazerne. DTS mag ook retourkazerne. Iedereen, remove fire gear, jullie mogen we afhangen. Mooi naar de auto blijven zitten nog. Oké, okay, wij gaan de retourkazerne. Ah wacht. Zullen we even gebruik hiervan maken? Want de kazerne is namelijk echt gewoon hier naar rechts. Nou, zo ziet hij dus van binnen uit. Toch? Ja. Attention all units. Citizens report an automobile on fire. Units respond code 3. Ja, en meteen door Prio 1 voertuigbrand. Politie is ter plaatse. Nog meer politie ter plaatse. Ik hoor nog meer politie. Wat zie ik daar links? Dat is gewoon rook uit een schoorsteen. Links vrij, ja. Hop. Geen rookontwikkeling te zien. Iets ter plaatse lijkt een vrachtwagenbrand, jongens. Ja, vrachtwagenbrand. Hier een afstand hier, god non de jus. Oké, jongens. Omhangen iedereen. En zo snel mogelijk dat brandje blussen. Oké, ik ga de pomp aanzetten voor jullie. Pomp staat aan. Is dat? Ik ken jou. Ik wist niet dat die standaard aan GTA... Oh! Ik wist niet dat die stand aan GTA 5 zat. Nico Bellic, de enige echte van GTA 4. Sorry Nico. Brandmeester HC. Graag een takelwagen deze kant op. Thank you.
Kan de sirene helaas niet uitzetten van hun. We gaan meteen naar een volgende melding alweer. Een prio 1 gebouwbrand. Sorry Nico. Prio 1 gebouwbrand met mogelijke slachtoffers. Over de B is al ter plaatse. En ja. We gaan hem meemaken. 3 kilometer hier vandaan, dat is redelijk ver. Ja, helaas. Ik ben aan het bedenken waar wij over een kilometer of twee ter plaatse kunnen gaan komen. En ik weet het nog niet. Oké, het lijkt erop dat nog helemaal niks ter plaatse is gekomen qua brandweer, qua ambu, qua politie. Alleen over de B dan. Of ja, wat een over de B moet voorstellen. We gaan namelijk een pick-up truck zien. Een Weissen of zoiets, ik weet echt niet wat dat is. Hij blust in ieder geval niet, dat is wel iets wat ik weet. 700 meter zouden we daar moeten zijn. Zijn daar gebouwen waar je in kunt? Nee toch? Ah, dat gebouw. Ah ja, ik weet al. Ja. Vaak onbewoond. Omdat er nog in de bouw is. Al meerdere brandmeldingen daar gehad. Dus ze zijn niet heel zorgvuldig. Met hun materiaal en zo. Ja, oké, Vicky zit erin. Oké,
Oké, allereerst jullie omhangen. Dan de verkeerders stoppen. Luikjes open. Sorry, ik omhangen. Oké, ik ben aanval. Mijn FPS vindt het niet zo leuk. Frames per second, die gaan helemaal terug naar 17, 15. Tering, hé. Sorry hiervoor. Fikt hier toch niet, er zou natuurlijk ook geen rook meer moeten zijn. Nou ja, nu is die weg. Lijkt erop dat wij al brandmeester zijn. Ik heb hierboven geloof ik nog nooit iets zien fikken. We kunnen beter even naar boven gaan en dan ben ik zoenen en tot we erachter komen dat het hier nog afvikt. Mag ademlucht en zo afhangen. Doe ik ook namelijk. Dan mogen wij wel volgen. En we gaan retourkazerne als we daar aankomen. Want het is drukjes. En ik heb nog geen één melding zelf ingespannen. Ze komen gewoon. En met zelf inspannen bedoel ik op de X drukken. Want dat kan bij deze mod ook. Ze hebben nog helemaal niet hoeven doen. Doe je deur anders even dicht, ja. Als je goed luistert hoor je ook het knipperen van een knipperlicht. Ja. Attention all units, we have an apartment fire on Orbitville Avenue with Bronco 3. Copy that! On the way! 10-4, copy that. Move along, officer has arrived. Rio 1, brandgebouw, appartementencomplex. Politie al ter plaatse, gaan ons hopelijk een sitrapje geven. Veel harder dan dit gaan wij niet. Dus vandaar dat ik maar rechts ga rijden. Dus deze vrachtwagen wil inhalen. Weer eraf. Stoplicht is hier kapot, zie ik. Geen rook te zien. Oh, dit was het gebouw waar ik laatst gewoon helemaal niet meer in kwam. Dat was echt raar. Ik weet dat de ingang hier is. Maar ik was tegen die deur aan het lopen en ik kwam er gewoon niet in. Oh, oh, wat zei ik nou? Geen rook. Dit is godverdomme een grote brand, jongen. Kijk, we inmiddels wel in komen. Ik denk het wel. Hier een ademlucht gerond.
Oeh, we moeten misschien eens gaan bijvullen zo meteen. Oh my god, we hebben geen water. Boys, iemand gebruikt die slang. Daar kunnen we binnen, schudden ze. Ja, oké. Oké, ik heb geen water. Oh, ik heb wel water. Oké. Want ik zie dat er liters afgaan. Naarmate ik blus. Maar de animatie van het water spant gewoon niet meer. Zie je? Kijk maar. Dus. Hij blust wel, alleen de wateranimatie is even weg. Want als iemand voor me loopt, dan gaat hij gewoon eraan, zeg maar. Ze hebben ze schaal op, maar middelbrand. Toch wel bijna alles in de fik staat. Wat maar in de fik kan staan. Nou, gezien ik niet weet wat ik nou ben aan het blussen en hoe ik nou ben aan het blussen. Ga ik toch even over om een brandblussertje. Oké, ik heb dus opgeschaald middelbrand. Maar ik ga niks extra's oproepen, want die doen toch niks dan alleen hier staan met de... Hoe heet het? Met de sirenes aan. Au. Doorlopen. Ik ga naar een moeilijk brandje worden. Wat we uit kunnen krijgen, doen we maar uit. Maar die dingen daarboven, ja, dan moet je eigenlijk gewoon met zijn slang doen. Die staat er gewoon te ver van weg om te kunnen blussen. Je moet er eigenlijk naast staan of ergens opstaan. En hier kun je ook niet opstaan om bij de hoge gedeeltes te komen. Dus we gaan gewoon langs wat we kunnen blussen. Waarom niet kunnen blussen? Dat kunnen we altijd gewoon achteraf weg laten gaan. Dit is gewoon heel warm, maar fik niet, denk ik. Wel even koelen, dan is een zooi maar verpest. Ik denk dat wij al brandmeester zijn. Oké, jongens, brandmeester, retourkazerne, en ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Als jullie een hele leuke video vonden, jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. Al sta je me dood, wat ik heb opgenomen, ik weet het niet meer. Het is in ieder geval wel al opgenomen. Dat is het enige wat ik weet. Fik nog een beetje, maar nu is het uit. Ik hoop dat jullie super toffe TS vinden en ik hoop dat ik jullie heb kunnen vermaken met deze video. En dan zie ik jullie dus bij de volgende weer. Laat een reactie achter en een blauw duimpje omhoog zou helemaal tof zijn. Tot dan, doei!